Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, Sabi. For what this will be. Ik heb nu contact met meneer Sham Binda. En Sham Binda is voorzitter van ACMOS, associatie van klein. Anyway, ik kom neer op MKB. Goedendag meneer Binda. Ik mag u feliciteren met de wet wat aangenomen is door de Nationale Assemblée afgelopen vrijdag. Ik denk dat u een taalfoutje maakt door te zeggen feliciteren. Oh. Het is een ramp waarmee men ons heeft opgeschiept. Een ramp voor heel Suriname hoor. Niet alleen voor het bedrijfsleven, maar voor taal Suriname. Men is niet bewust waarmee men bezig is. Dit is de laatste roof die men nog pleegt op de goede van mensen, van burgers. Ik onderbreek je. Wat is roofbaan? Wat hebben ze hier geroofd? Of? Het punt is dat men aan het valuta gedeelte van de mensen op de banken nu komt. Begrijp dat je geen geld mag kopen, geen geld, en men bepaalt een koers. Ook voor het bedrijfsleven, een koers dat irrelevant is. Want we weten, die koers is gestegen tot naar 15. En nu verwacht je dat mensen die hun goederen hebben aangeschaft tegen zo'n hoge koers, dat ze nu zaken gaan verkopen voor een lagere koers. Wie gaat ze indekken? Wie gaat die compensatie geven? Begrijp je? En daarnaast, we weten allemaal dat de centrale bank failliet is. De mensen zelf die bij de centrale bank werken, houden hard vast als ze hun lonen kunnen krijgen. Daarnaast moeten we begrijpen, we weten ook dat de commerciële banken insolvabiliteitsproblemen zijn. De afgelopen periode hebben de importeurs geen geld kunnen krijgen van de commerciële banken. Ze waren aangewezen op de cambio's. En nu trekt men de stekker eigenlijk eruit voor de cambio's. Wat verwacht u? De importeurs gaan geen geld vinden. Men stuurt ze naar de banken. De banken hebben geen geld. Zo simpel is het. En dus dat betekent voor Suriname ellende. Want naast het virus dat we hebben, zitten we nu in een economische crisis. Want er gaan dan tekorten komen. Grote tekorten. Ja, maar meneer Binda, is toch wat wij al die jaren wilde dat er één stabiel koers komt. Niet een koers van centrale bank, dan een koers van cambio en dan een chotelaal koers. Maar gewoon één koers voor allemaal, voor iedereen. Dat is wat de initiatiefnemers zeggen, toch? Met deze wet. Nee, maar de koers heeft te maken met vraag en aanbod in de economie. You can't police the economy. Je kan geen politieman spelen voor de economie. De economie heeft te maken met vraag en aanbod. Het moment dat iets schaars wordt, gaan de prijzen omhoog. Dat is in de hele wereld zo. Het is geen uitvinding van Suriname of iets dergelijks. Begrijp je? Dus wat er nu gaat gebeuren, als er geen dollars zijn, want dat is een feit, betekent dat we geen goederen meer gaan kunnen importeren. Er gaan grote schaarstes ontstaan. Die schaarstes zijn eigenlijk al manifest. Want we kunnen bepaalde eerste levensbehoeften niet vinden. En vandaar dat de prijsontwikkeling zo hoog is, omhoog is geschoten. Naast het coronavirus. Want al was het virus nu uitgebroken, we gaan dezelfde trend zouden we hebben. En gelooft u mij, de prijzen gaan niet omlaag gaan, want men heeft er al duur ingekocht. Eén. En ten tweede, door deze maatregel zullen er ook niet meer dollars beschikbaar zijn. Want dollars moet je verdienen. Je kan niet met een maatregel komen en denken dat er dollars beschikbaar gaat zijn. Maar dit is wat men noemt, wat ik noem, plunderen van het land. Leeg roven van de mensen hun valuta. Dit is gelegenheidswetgeving. En het past waarom ik praat over een bananenrepubliek. Omdat in een bananenrepubliek weet je niet met welke regering je de volgende dag wakker wordt. En in dit geval met welke wetgeving je wakker wordt. Je wordt verrast. Er zijn geen actoren betrokken geweest in een besluitnameproces. Men heeft gewoon de mensen verrast. Het is ellendig en het staat niet bij een democratische regering. Dit wat men nu doet, is
hetzelfde als de Gestapo van Duitsland. Dat men jouw bedrijf mag binnenwandelen, zaken in beslag mag nemen. Ik bedoel, waarom is jou bezig? Huh? Wil je met een harde dictatuur komen op mensen? Ik wil het bijna verwoorden als communisme. Dat jij alles centraal wil uitmaken. Dat je regels wil maken voor die samenleving. Zonder dat je draagvlak hebt voor die regels. Dus het is al met al een vreselijke situatie waarin ze ons storten. Ik ga u wat zeggen. Het heel goede verkeer gaat gestagneerd worden. Het is nu al moeilijk met het virusgedoe. Maar het gaat nog erger worden voor ons land. Begreep je? En het gaat op via de informele sector. Krijg je dollarisering van de sector. En ik zal u zeggen waarom. Als je straks een auto-onderdeel nodig hebt. En je gaat bij de dealer. Gaat de dealer zeggen, kijk, ik heb het wel. Maar je moet me $200 geven. Via de achterdeur. Illegaal. En dat zijn we bekend toch. Dat was ook zo in de jaren 80. En toen meneer Weidenbos er was. Zelfde soort regels kwamen. En wat hebben ze bereikt ermee? Niks. Repatriëring van kapitaal. Men vindt dat de exporteurs 60% moeten teruggeven aan de staat. Wie houdt wie voor de gek? Begrijp je? Dus de mensen gaan onderfactureren, minder afdragen. Het is een soort retentieregeling. Die men reeds had. U kent de retentieregeling nog? Nee. Had alle race-exporten, alles moesten afdragen. Het heeft nooit gewerkt. Ja, ja. En het gaat ook niet werken. Meneer Beda, u bent baas van de MKB, hè, met een klein bedrijf in Suriname. Bij jullie heet het Atmos, toch? Maar MKB is duidelijker voor mij, mensen. U bent toch, u zou dan in een hoera-stemming moeten zijn, want u kunt eindelijk goedkope dollars kopen bij de Centrale Bank voor een stabiele koers. Er zijn geen dollars. Dat wil ik u uitleggen. De Centrale Bank is compleet failliet. Er is geen geld. Vandaar dat ze nu met de maatregel komen dat de cambio's hun geld moeten verkopen aan de Centrale Bank. Wat niet gaat gebeuren. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, nu als je het zo zegt. We zijn failliet als staat. En nu komt het coronavirus. Uh-huh. Men heeft niet eens eten gehad voor de mensen die in quarantaine waren. Uh-huh. Er waren geen middelen, geen verzorgingsmiddelen, geen toiletartikelen, geen kleding, geen niks. Uiteindelijk hebben ze de mensen losgelaten in die samenleving. Met alle gevolgen van dien. We hebben dus de catastrofe staat nu voor de deur. Niet alleen financieel, economisch opzicht, maar ook in medisch opzicht. Begreep u, we hebben geen opvang. De MKB-bedrijven, zal ik u wat zeggen. Grootste gedeelte van de MKB is gesloten in Paramaribo. Alles is dicht. De bussen en de boothouders die rijden niet en varen niet. Gedurende de week omdat ze tariefaanpassing eisen. Is het niet omdat het coronavirus is uitgebroken? Onder andere ook, maar ze hebben ook tariefaanpassing aangevraagd. Want hun koers, hun geld, hun koopkracht is uitgehold. Ze moeten ook onderdelen kopen en banden voor de bussen. En de prijzen zijn allemaal omhoog gegaan. Ze kunnen niet meer voor de tarieven werken waar door de regering is vastgesteld. Begreep u? Dus het is ellende op elkaar. Je krijgt nu een complete catastrofe. En ik zal u zeggen, politiek gezien, de NDP is bezig zijn laatste ruitenstuk te slaan. Want de kleine man, de zogenaamde grassroots, de mensen van de armoedige mensen die stemmen op de NDP, die gaan de eerste klappen krijgen. Ze kunnen niks meer bijna in de supermarkt krijgen. Want ze hebben geen geld. En dat gevaar bestaat. Daarom sluiten de Chinese winkels en ze laten mondjesmaat ook mensen naar binnen, omdat ze geen controle meer hebben. En het gevaar is dat mensen bedrijven kunnen gaan bestormen en leegroeven. Dat soort gevaren krijg je. Is de situatie zo erg dat de Chinese bank zijn dat ze plunderingen plaats kunnen vinden? Jazeker, dat is ook gebeurd in het afgelopen weekend. Toen men holde en alle bedrijven hebben bestormd. Die mensen zitten met 3 mensen daar en er komen plotseling 25-30 mensen naar binnen. Waardoor er veel gejat is en de mensen hadden geen controle. Ze hebben direct daarna hun deuren gesloten om te herinventariseren en te kijken wat de koers is, de prijzen weer aan te passen.
En nu laat mijn mondjesmaat mensen, op het moment dat er drommen mensen komen, beginnen ze die rolluiken neer te halen. Weet je? En men gaat tot een bepaald uur maar over. Nachtelijke uur is alles gesloten. Ja. Je kan niks vinden. Meneer Binda, ik sprak mensen van NDP die deze wet hebben voorgesteld en ook goedgekeurd. Die zeggen van met deze wet komt er eindelijk rust op de valutamarkt. We zijn de fluctuerende koers zat. Nou, ik ga je wat zeggen. Zij denken dat er rust gaat komen in de valutamarkt. Maar in hun privéleven gaat er onrust ontstaan. Want ze gaan zich in die eigen samenleving bedreigd voelen. Ja? Want ze staan niet ver van een pak slaag gelegen van dit volk. Gelooft u mee? Want je bent onverantwoord bezig. Je weet waarmee het volk te kampen heeft. En je maakt misbruik van de situatie die nu heerst met betrekking tot het virus. En je pest iets door de keel van mensen. Je slaat de staatsraad over. Je kwam met een wetgeving die nooit aangekondigd is. En je drukt het door de strot van iedereen. Dat betekent dat je jezelf vogelvrij verklaart. In die samenleving. Ja. Laat me dit duidelijk zeggen. Maar die zeggen ook van, ze denken juist aan de samenleving en die gewone man. Want iedere maand is het een hels karwei om met je SRD US dollar te kopen voor huishuur of wat dan ook, of voor materiaal. Ja, maar wie in schuld is het? Zij hebben toch het beleid in handen? Al 10 jaren. En nu maar, ja, kijk waar we waren, naar de eind van de frontregering. En nu nemen en kijk ze, nu waar we staan. En nu nemen ze maatregelen. Ja, maatregelen tegen wie? Tegen hun eigen slecht beleid? Ik bedoel, come on. Ze zijn de kluts kwijt. Ze weten niet eens wat ze meer moeten doen in het land. Ze hebben dat ding, ze hebben de staat beroofd. Er zijn mensen multimiljonair geworden. Gaat u maar kijken op het stuurmeer hoeveel scallions rondlopen. Ze roven niet alleen qua geld. Maar ook in het binnenland. Alle Chinezen en contractors die daar werken met hout, die moeten afdragen. Die moeten afdragen aan particulieren, aan mensen die daar heerschappij hebben. Hetzelfde met die scallions. Denk je dat ze rekening houden met de vervuiling van het meer? Absoluut niet. Huh? Dus men rooft het land gewoon lief, men intercept, men legt alles naast zich neer. Begrepen? Wet en recht heeft geen inhoud bezig. Nee, dit is dictatuur. Dit is dictatuur. Ja, maar meneer, u kunt dat stukje wel begrijpen, toch? Als ze zeggen van, wij wonen in Suriname, zijn Surinamers, kunnen we zaken doen met SRD? Kijk, als je SRD's waarde heeft en je hebt goed beleid, mm-hmm. is het geen probleem. Een munt van een land of ergens is slechts een betaalmiddel. Maar als het gelijk is aan papier, doordat je constant aan het monetair financieren bent, en het heeft geen waarde, dan wil niemand het ook. Vandaar dat wij vanaf 2015 heeft de ACMOS gepropageerd om te dollariseren. Daar hadden we deze ellende niet vandaag. Maar in tegendeel is men geld gaan lenen, men heeft flink geld vermorst. En dat geld, als je het geleend had om te investeren, om weer geld te verdienen, had ik er vrede mee. Maar waar is het geld allemaal naartoe? Pe amonide. Begrepen? Nou, maar ik ben meer op dat die pe amonide, meneer Winner. Ja. En er komt geen antwoord erop. Dus er zijn zoveel keer door assembleeleden interpellaties gepleegd. Niks, men negeert alles. Het zijn die 26 ellendelingen die daar zitten. Mm-hmm. Ik kan ze geen volksvertegenwoordigers noemen. Het zijn ellendelingen, begrepen, die daar verkeerde, althans laat het zo zeggen, uit hoofden van hun zelfzuchtigheid en natuurlijk voor hun positie, begrepen, nemen ze verkeerde besluiten voor dit heel volk, waarvan iedereen de dupe wordt. Dat kan niet. En daarom zeg ik u, we zijn een vredig land. Ik hoop dat het zo blijft. Mm-hmm. Maar ik vrees het ergste. Oké, okay. Nou, u klinkt niet positief, meneer. Zeker niet, u weet. Ik heb altijd gezegd, de ACMOS heeft altijd gezegd, we willen geen onrust in het land. Maar onrust staat al voor de deur, gelooft u mij. Belooft u mij, en wij gaan er niks aan kunnen. We kunnen gillen tot morgen, geen onrust. Maar als die onrust er begint, als men begint winkels te bestormen, mensen te beroven op straten, dan gaat de politie ook niet kunnen optreden. Maar die politie pinaart ook. Begrijp je, die politie heeft ook een probleem met zijn gezin te onderhouden. Begrijp je, en die politie gaat echt niet komen om een coronavirus op te lopen.
Dus al dat soort zaken gaan een rol spelen. Begrijp je? Dus men moet niet denken dat we straks nog in een rechtsstaat zitten. Want dit wat men doet nu, is eigenlijk systematisch de rechtsstaat aan de kant zetten. Maar dan dat denk, is gewoon wat men wil, is dictatuur. Men denkt, ik denk dan, onrust. Ja, 25 mei is toch een mooi moment. Meetmoment. Laat me zeggen, 25 mei is nog 2 maanden verder, hè? Ja. Er gaat nog veel gebeuren binnen deze 2 maanden. Ik hoop niet dat we een grote virusuitbraak hebben. Want dan zitten we allemaal genageld hier. Begrijp je? En ik zie in feite, ik hoop het, maar ik zie die verkiezing niet komen. Begrijp je? Want u moet begrijpen, als we een uitbraak krijgen van die virus, dan gaan mensen niet in de rij gaan staan waarbij je moet gaan stemmen. Mm-hmm. Begrijp je? Dat gaat niet kunnen. Ja, ja. Begrijp je? En dan moet men ook rekening, want de voorbereiding op de verkiezing is nu gestagneerd. Ook voor de politieke partijen. Men kan geen propaganda maken, men kan niks doen. Dus ik vind, die verkiezing moet uitgesteld worden. Goed, u bent voorstel. Met alle gevolgen van dien. Ja. En ik zeg, laat ze het uitstellen. Laat ze de verantwoording nemen van die chaos die men nu creëert. Laat ze doorrollen in hun eigen modder. Laat ze die verantwoording aan het lager volk dat op ze stemt. Laat ze daar die verantwoording gaan afleggen. Wanneer die mensen geen eten hebben. Begreep je? Zie je dat gebeuren binnenkort in Suriname dat de mensen geen eten zullen hebben? Zeker. Er zal een tekort aan medicijnen zijn. Er is werkloosheid, grote werkloosheid die op dit moment is. Want bedrijven betalen niet uit die gesloten zijn. Omdat men in een noodsituatie zit. Begrijp je? Ik kan geen mensen aan het werk houden. En met de bedreiging van het coronavirus. En ik moet ze doorbetalen. Ik heb geen inkomsten. Het kan toch niet? Kijk, in Nederland heb je opvangfondsen. Hier in Suriname krijg je niks. Begrijp je? Je moet maar doodgaan, denk je dat... Denk je dat men de MKB gaat kunnen opvangen? Om te zeggen, luister jongens, we schelden jullie kwijt. Alle rekeningen van nutsvoorzieningen gaan door. En je afzet is helemaal gedropt. Want de stad is een spookstad. Er komt niemand in de stad meer. Begrijpt u? En wat voor afzet heb je dan? Je kosten gaan door, maar je hebt geen afzet. Dus je bent genoodzaakt om te sluiten. En dat is nu gebeurd. Gaat in dit te ver... om het coronavirus in de schoenen te schuiven van de regering? Nee, het is een feit. Wereldwijd, het is geen uitvinding van Suriname. Als je ziet dat steden in een wereld, grote steden, allemaal gesloten zijn. Ja. Begrijp je? Je hebt een lockdown in grote steden, dat geen enkel beweging meer is op de straten. Wij hebben nog beweging. Maar we zitten ook met die economische ellende. We zijn geconfronteerd met 2 crisis. Begrijp je? Ja. Op hetzelfde moment, en al was die coronavirus er niet, ja. Gelooft u mij, de coronavirus heeft geen enkele invloed op de koersontwikkeling gehad. Begrijp je? Mm-hmm. Maar de onzekerheid is groter geworden, omdat die coronavirus er is. Kijk, we kregen ook geen deviezen meer binnen, hè? Want de vluchten zijn allemaal bevroren. En er komen geen toeristen. Vroeger kregen we wat geld uit de Franse kant, we kregen van toeristen geld naar binnen. Ja. Dat is allemaal ook gestopt. Dus er zijn geen deviezen in Suriname. Van wie kreeg je? De revenues die Newmont en staatsolie en zo gaven aan de staat, die gaan weg naar China. Want ze moeten aflossen, want ze hebben toch geld geleend van die stuwdam. Voor het kopen van die stuwdam. Dus de overheid zelf heeft ook geen geld. Dat de valuta althans, die is er niet. Die is weggegeven aan schulden. En het wordt nog erger. Want vanaf medio dit jaar moet de aflossing geschieden. En we praten niet over een paar miljoen. Je praat over meer dan 30 miljoen per maand. Die gaat moeten aflossen. Waar ga je het halen? Meer dan 1 miljoen per dag. Hebben jullie dat? Geld? Nee, we hebben dat niet. Is logisch toch? We hebben SRD's. Wie wil SRD's van hebben? Nergens in de wereld accepteert men een SRD. Huh? Vooral is een stukje papier. Dus de SRD is zelf het monopoliepapier
heeft nog meer waarde. Nee. Want je blijft in het spel. Hier ben je buiten het spel. Ja. Monopoly blijft nog in het spel. Je hebt niks aan het geld. Gaat zien, die munten, er zijn geen munten te krijgen. Mm-hmm. Men heeft oude biljetten weer in de omloop gebracht. Is toch belachelijk dat je niet eens muntgeld kan hebben. Dat je oude biljetten weer in de roulatie moet brengen. Dat geeft al aan hoe je economie eruit ziet. Het is een vreselijke situatie. Nee. Mensen zijn nog niet bewust, uh-huh. Maar ik kan u garanderen dat de komende maand, deze maand april, een catastrofe maand zal worden. Door het coronavirus of? Nee, door de economische ellende waarin we zijn beland. Eén, ten tweede, dat de virusontwikkeling ook groot zal worden. Omdat men, de instituten hebben de zaak niet meer in de hand. Het academisch ziekenhuis is helemaal gesloten, hè? Ik weet niet of jullie dat weten. Nee. Alle afdelingen, polyklinieken zijn gesloten. Alleen emergency gevallen kunnen geholpen worden. De mensen die op de beddenafdelingen nog liggen, de patiënten, die mogen ook geen bezoek krijgen. Of heel gelimiteerd bezoek. Begrijp je? Bij de EHBO mag je niet eens naar binnen. Je wordt helemaal bij de hoofdpoort. Ja. Heeft men een unit gezet. En er zijn bewakers. Als je daar aankomt. Moet ik begin mij te vragen, wat is er met u aan de hand? Meneer Benda, voordat u verder gaat, het is ook zo in de rest van de wereld hoor, niet alleen in Suriname. Ja. Ziekenhuizen in Rotterdam, die zijn ook bijna niet open. Die zijn wel open voor patiënten en sumierbezoek. Ja, maar kijk, daar heb je een bepaalde werkwijze. Je kan online, je hebt alles wat doen. De arme mensen hier hebben geen online. En behalve het. Laat me eerlijk zeggen, er gaan straks meer mensen dood aan iets anders dan die coronavirus. Waaraan? Omdat er geen opvang is. Je kan de huisartsen niet eens spreken. Als je gaat op een poli, moet je via glas praten. Mm-hmm. Je kan niet beluisterd worden, je kan niet getoucheerd worden of gevoeld worden. Maar meneer, heb je pijn hier of daar? Niks. Ja, maar dat komt door corona. Dat is wereldwijd zo. Oké, maar ja, dan gaat u merken dat er meer mensen hier doodgaan. Nou, want we hebben niet de. Ik vind jullie we hebben de gezondheid niet in de hand. Ik vind, vooral niet met de stress. Ik vind Suriname een gezegend land. Vijf coronagevallen maar. Ja, het is 5, maar het is veel meer. Laat me zeggen wat het is. Er zijn veel meer. Zelf artsen zijn besmet. Maar men komt niet met de juiste informatie naar buiten. En dat vind ik erg. Je moet met de juiste informatie komen. Maar men wil zogenaamd geen paniek zaaien. Er zijn veel meer mensen besmet. Ja, want ik sprak met Ricky Stuttgart en die zei van, als er maar 5 mensen besmet zijn, waarom kom je dan met 50 artsen uit Cuba? Correct. Begrijp je? Daar is het antwoord al. En wat voor veiligheid brengen die artsen met zich mee? Hoeveel van die mensen kunnen ook geen virus hebben? Begrijp je? Je hebt het luchtverkeer gesloten, dan moet het voor iedereen gesloten zijn. Punt uit. Als die president van ons ziek wordt, moet hij ook hier in het ziekenhuis behandeld worden. Hij kan niet meer naar Cuba gaan. Begreep je? Dus ik bedoel, we moeten allemaal die slag hier nemen. Ja. Je kan geen uitzondering maken van, oké, we hebben toch ook de assembleevoorzitter gehad. Zoon is ook naar Europa gaan voor behandeling, toch? Ja. Met alle respect voor ze. Ja. Maar wanneer een arme man hier ziek wordt, dan moet hij het uitzoeken. Want er is geen enkel opvang voor ze. Begreep je? Dus dat zijn de feitelijkheden. Ja. Dus men moet niet komen met verhaaltjes en alles goed praten. Niets is goed op dit moment. Maar meneer Binder, als die centrale bank, ik hoor mensen van NDP, ik sprak mensen van NDP in dezezelfde microfoon. En die zeggen tegen mij van die koers zal rond de 57 zijn en stabiel. U bent baas van de MKB, u moet blij zijn. Waarvoor moet ik blijven? Omdat u eindelijk een eindelijke zachte koers hebt. U betaalt nu 13 en 14 voor een euro. Straks betaalt u 57. Nee, maar het is een irreële koers. En straks betaalt u 57. Weet je wanneer een koers stabiel kan zijn? Wanneer? Wanneer ik kan komen aan dat geld. Als u me zegt die koers is 57, dan moet ik vrijelijk kunnen beschikken over dollars. Centrale bank. Begrijp u? Waar? Niemand kan aan dollars komen. Oké. Dus ze willen alleen maar kopen. Ze willen kopen van de burgers, maar ze willen niet kopen. Ik ga u wat zeggen. Ja, dat, ja. Ik hoorde laatst van een bepaald merk bloedverdunner. Mm-hmm. Voor patiënten. Weet u hoeveel het kost? 1500 per maand.
wie kan dat opbrengen voor een bepaalde soort? Dus men moet met een minder genoegen gaan doen. Genoegen nemen, sorry. Mm-hmm. Begrijp je? Dus je krijgt dat straks medicijnen ook via de achterdeur verkocht gaan worden. Mensen gaan ook weer met kofferhandel komen. Met medicijnen in hun koffers. Kleding voor hun boutique. En de douane gaat weer rijk worden. Even dat soort dingen ga je krijgen. Dus je krijgt smokkel over de grenzen. Je brengt mij naar de jaren 80. Maar dat is het geworden weer. Oh. En het is dezelfde signatuur. Dezelfde persoon die het vernietigd heeft in dit land. Huh? We hebben nooit ontwikkeling gekend met meneer Boutersen. Alleen maar destructie. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. We moeten teruggaan in de geschiedenis en ons afvragen. Wat heeft deze man ons gebracht in dit land? Niks. We hebben alleen maar destructie. Ik ben op een bepaalde leeftijd en ik heb alles mogen meemaken. Hoeveel mensen zijn niet gevlucht naar Holland? Ik. Als Suriname goed zou zijn, waarom zouden onze Surinamers weggelopen zijn? Vooral na, niet eens de onafhankelijkheid alleen, na de militaire periode. Hoeveel duizenden mensen zijn hier weggegaan naar het buitenland? Oh, niet alleen. op dit moment heb je een leegloop van onze onderwijskrachten. Nederland zelf accepteert Surinaamse onderwijskrachten. Er wordt gesolliciteerd, er wordt geronseld hier. De eilanden allemaal, Sint Maarten, noem maar op. Er zijn daar bijna 1600 Surinamers. Wow. Waarvan 3/4 onderwijsgevende zijn. De verpleegsters worden ook geronseld. Maar even, ze gaan weg uit het land. En we moeten doen met Filipino's die ons niet begrijpen en Kubanen. Dat is de feitelijkheden. Mm-hmm. En wat is het dan? Is dat geen erfenis van het beleid van meneer Boutersen? Dat Surinamers wegvluchten uit hun eigen land. Als het zo'n prachtig land wordt. Of zo'n leefbaar land. Dan zullen mensen niet weggaan. Maar mensen komen niet meer uit met hun geld. Meneer, en mensen willen vooruit gaan zien in hun leven. Meneer Binda, op 24 februari overhandigde VP Adien een boek met 510 projecten verworvenheden van deze regering. Hebt u dat boek gelezen? Nou, ik weet wel waarvoor ik dat boek ga gebruiken straks. No. Wanneer er een tekort aan toiletpapier is, zal ik de blaadjes scheuren ervan. Nee, mama. Dat is de enige wat overbleef. Ik heb geen interesse in de inhoud van het boek, want het zijn leugens op leugens op leugens. 510. Begrijp je het, Tim? We kennen die verhalen. Uh-huh. Er was toch ook een geschiedenisboek uitgekomen? En omdat men de ware feiten in het boek heeft beseft, was dat boek niet goed meer. Dan moet ik een nonsensverhaal waar iemand wordt verheerlijk gaan kopen. Nee. Come on. Nee, daar wil je elkaar niet voor de gek houden. Nee, het, al dit soort leiders, al dit soort mensen die landen hebben kapot gemaakt, hebben zelfverheerlijkingsliteratuur laten schrijven. Ja, nee, maar om zich goed te praten. Maar het leukste van dat boek is, er is maar één exemplaar. Ja. Maar het is voor één persoon maar. Okay. Want de rest gelooft dat boek ook niet. Dus wij kunnen... Dus het heeft geen zin om op de markt te komen. Wij kunnen niet controleren, dus dat is maar één exemplaar van het boek. Ja, dus jammer voor mij, dan heb ik geen toiletpapier. Ja, nee, ik zou het wel willen lezen om te zien wat waar is. Ik heb mijn kanaal in Suriname gevraagd om op te gaan en die kwamen met het antwoord of met het verhaal dat er maar één exemplaar is en die is naar de president. Dus er is geen kopie van. U zei nou, iets en de president, denkt u dat de president het zelf gaat lezen? Nee toch? De man is vaker onder invloed dan wat anders. Ik bedoel, come on. Onder invloed van? U weet zelf. Tralala. Jezus, man. Hij zit onder de invloed van tralala. Meneer. Hij is de hele dag happy. Meneer Binda, ik ben... Ontspannen, dan gaat hij geen dik boek gaan lezen, hoor. Ik ben een kind van de revolutie. Ik dacht niet dat ik de dag mee zou maken dat Boutersen bespot zou worden. Ja. Wat betekent dit? Betekent dit het einde van een tijdperk? Wat moet ik me hier... Ja, zeker wel. En hij weet het ook, hoor. Aan zijn heel gedragingen kan je zien... Het interesseert hem geen lor meer. Hij trekt lekker naar het binnenland. Doet aan zijn ontspanningen. Ik denk dat hij alvast weet dat het zijn einde is. Begrijp je? Hij weet het. En het zou me niks verbazen als dat zo zou zijn. Ook met zijn politieke carrière. Weet ze achter... Hij weet het. Ik heb het over zijn politieke carrière, hoor. Ik niet, ja, niet over zijn... Hij haalt die verkiezing nooit meer. Ze weten het meer dan wij binnen. Ja, ja. Ze weten daar binnen precies dat...
Want overal waar ze bijeenkomst houden, als ze geen bussen en eten en drinken, alle soort pakketten afgeven, krijgen ze geen hond. En dan vullen ze de menigte met Haitianen en Cubanen en alles, mensen die geïmporteerd worden. Nee, dat kunnen we ook doen, toch? Mm-hmm. Ik bedoel, als ik morgen een vergadering wil beleggen, ja, en ik loop op alle hoeken van straat en ik ronsel die jongens, zei, hey, jump ook naar bus. Je krijgt 50 SAD. Brengen ze allemaal en heb ik een hele vergadering gevuld. Oké. Okay. Ja. Maar even, dat is wat er gebeurt. We zijn niet gek in het land. Even, maar ik ga u wat zeggen. De dag van de verrekening is nabij. Gelooft u mij, de dag van de verrekening is nabij. Het hele volk is zat van deze mensen. Huh? Ze zijn, en nu, met dit wat er gebeurt, gaat u ellende meemaken. Is de laatste troef van ze die uitgespeeld is. No. Ze hebben alle aanhang. De zwevende kiezers die er waren, die zijn niet zwevend meer na deze ellende. Gelooft u mij? Je bedoelt na die wet aanname van die wet van afgelopen weekend. Van dit weekend. Ja, correct. Iedereen gaat nu het slachtoffer worden. Nee, net maar, wat ik zelfs in schaarste heb, ben ik ook slachtoffer ervan. Gaan die kleine man dit ook merken? Zij merken het nu al. Met die verhoogde prijzen. Ik heb mensen zien staan in de rij bij een supermarkt. Met alle respect voor die mensen hoor. Met een zakje puntjes en één ei in hun hand. Dan vraag ik me af, wat gaat die man, ik kijk bedenkelijk naar, wat gaat die man met één ei doen? Begrijp je? Ja. Dus het is zielig. Het is zielig. Wow. Ik ga je zeggen, ik stond een zondag, een paar weken terug, stond ik in een supermarkt, dat was tegen namiddag, en er kwam iemand op me af en zei, in een volksbuurt hoor, zeg meneer Binda, nu een actie was aan niet. Ik heb hem toen gezegd, geen geld. Hij zei, nee, ik wil praten met je. En dan begon hij te klagen over de situatie. Het was een man van middelbare leeftijd, redelijk gekleed. En uiteindelijk, weet je wat hij me vroeg, voordat hij wegging, hij zei, maar ik wil je toch wat vragen. Hij zei, in een man bij een melkbrood doen. Zo. Ik heb niet getwijfeld, ik heb een melkbroed voor hem gekocht. Ja, ik heb gevolgd, hij is in een vrij wrakkige auto gestapt. Hij is weggereden. Maar het heeft me gepenigd. Mm-hmm. Want ik denk, een man van middelbare leeftijd kwam mij bieden voor een melkbroed. Dan heeft die man grote problemen. Want waarschijnlijk zijn er kinderen thuis die honger hebben. Dat hij zo ver is gaan om mij te vragen naar een melkbroed. Dat is voor mij een toetsing geweest. En dit gaat nog verder gaan in de supermarkts. Ik heb het al 2 keer nog meegemaakt. Maar ik negeer de mensen. Omdat ik niet iedereen kan helpen. Nee. Ik ben een public figure. Ik weet dat mensen komen hier snel vragen. Want men kent me als ondernemer. Dat jongen, inoma je hebt niet. Begrijp je? Maar je kan niet aan de gang blijven. Begrijp je? Dus je vermijdt zoveel mogelijk in supermarkts binnen te gaan. Ja. Iedereen heeft nu nood. Ja, u zei, en sommige mensen willen hun hart luchten, ja, maar ik heb niet alle tijd om constant aan de verhaal te luchten. Nee, dat gaat niet. U zei ook net van de centrale bank is failliet, wat bedoel je daarmee? Ze hebben geen reserves meer. Die reserve is afgeslankt. Men kan niet eens met zeven materiaal, men is geld bezig aan het drukken. Men heeft niet eens de biljetten, hun nummers onder controle meer. Ik heb ook mijn ratten in het systeem daar. Laat me dat duidelijk zeggen. Want ze denken dat ze gesloten zijn. Er zijn ook ratten binnen hun systeem. Begrijp je? Die jouw informatie doorspelen. Ja, die je informatie geeft. Wat denkt u? Ik zeg geen dingen zomaar. Nee. En u zegt omdat dat ik geïnformeerd word. En het zijn mensen die niet eens zijn, maar ze zijn broodvriezig. Ja, tuurlijk. Ik zal ze zien wat er daar gebeurt. Vandaar dat ik u zei dat mensen zelf bang zijn dat ze niet eens hun salaris gaan kunnen ontvangen. Zo erg is de situatie. Maar wat gaat nu gebeuren met deze nieuwe wet? Ik hoor die Surinaamse bankiersvereniging, ik sprak Franji, die zegt dit gaat niet goed komen. Wat gaat er gebeuren? Nou, ik wil de actie zien. Kijk, ik vind de mensen in de staatsraad, de VSB zit er in, de ASFA, zit vakbeweging erin en noem maar op. Ik vind dat men actie moet ondernemen, want een wet gaat via de staatsraad, goedkeuring belandt bij de assemblee. En men moet consequenties eraan verbinden. En zeggen, luister, we stoppen. We bedanken allemaal, we gaan eruit.
Als je alleen wil regeren, regeren. Begreep je? Mm-hmm. Men moet harde acties, men moet concrete beslissingen nemen. Dus, nou, maar wie moet uit de regering stappen? Niemand toch? Ik bedoel, Sapoen en Chitens. Niemand, men moet duidelijk aangeven, signalen geven van luister, we sluiten alle banken en blijf je met je wetgeving. Zolang je die wetgeving niet terugdraait. Je moet harde eisen stellen. Ja, ja. Moet zeggen, ten bescherming van onze cliëntelen sluiten we de banken. En je raakt niks aan van die banken. De banken werken niet meer mee. Dat is harde taal. Als men straks de kluizen van de mensen gaat beginnen te plunderen, dan ga je zien wat er gaat gebeuren. Want dat verwacht ik ook nog niet komt, hoor. Dat men de kluizen van de mensen gaan plunderen. Buiten dat men gewoon de belastingdiensten alles naar binnen stuurt en alle kluizen laat openmaken. Het is niet vreemd, het is ook al in de wereld gebeurd. Ja? Dat bedoel ik. Ik wil mensen niet bang maken. Ja, maar daar maar hebben ze, ik zeg toch, u... Daar hebben ze toch 300 miljoen al voor. Wat zeg je? Daar hebben ze toch die kassenreserve al voor gebruikt. Die kassenreserve? Ja, 100 miljoen. Hoor. Dan gaan ze nog een keer plunderen, toch? Ja, ze gaan nog een keer plunderen. Wat weet u waarom? Waarom? We zijn net wat ik zeg in de bananenrepubliek. Ja. Of gelegenheid, men maakt morgen een wet die zowel de toegang geeft tot de kluizen van de mensen. En je bent geleverd, want je wordt 's morgens wakker, je moet vernemen, hey, zoiets is er. Ik ga u wat zeggen, ik hoop het niet, maar ik verwacht een toeloop morgen bij de banken. Een toeloop morgen bij de banken. Want men laat mondjesmaat mensen naar binnen. Uh-huh. Maar ik verwacht dat er grote drommen mensen gaan staan bij de banken. U verwacht dan een bankrun? Een bankrun, ja. Hè? De coronavirus is op dit moment gelukkig, ongelukkig, maar ook ergens gelukkig. Want anders was de hele stad al op straat, hoor. Laat me duidelijk zeggen. Wat je hel was losgebroken. Huh? En deze mannen weten, ze maken misbruik van de tijd en de situatie. Dat er een virus is, dat mensen niet in grote drommen bij elkaar zijn. Om deze dingen uit te spoken. Het zijn gemene mensen. Okay. Terwijl je praat, stuur aan luisteraars een bericht, een mail die zegt, wat Benda vertelt, is reële economie wat zich per dag voltrekt. En dan hebben we nog de oprukkende volksarmoede in de arme stadswijken. Alleen in de districten zal het leven normaal zijn. Kunt u daarin vinden? Alleen in de districten? Nee, ik ga u wat zeggen, men denkt dat in districten het leven prettig is. Arme mensen wonen nu in de districten. Ze kunnen zich niet meer permitteren om huisvesting te hebben in de stad. Tenzij ze ergens op een pras of in een krot wonen. Maar de grootste deel van de armoede zit er nu aan de rand van Groot Paramaribo en in de districten. Denkt u dat de mensen in corona niet goed hebben? Nee. Denkt u dat die mensen in Kommerwijnen, als ik praat over Marienburg omgeving, dat ze het goed hebben? Nee, gaat u even langs. Dan gaat u zelf zien wat voor armoede daar is. Huh? Als ik hier rijd, hoge straten, al die straten, gaat u zeggen er zijn NDP-vlaggen gespijkerd. Omdat die mensen geen weerstand kunnen bieden, alleen maar bij armenhuizen. Als u ziet de planken hangen van het dak, alles kapot. Begrijp je? Dus er is vreselijk veel armoede. En het is geen district of Paramaribo. Er is een ellendige vorm van armoede. Gelooft u mij? Je moet niet kijken naar de stad en iedereen rent toch rond in een auto. Maar je moet kijken naar de thuissituatie. Begrijp je? Je moet kijken hoeveel mensen die hulp hebben, nergens terecht kunnen. Er zijn mensen met kinderen, 5 kinderen, alleenstaande moeders. Die kinderen, ik zal u rapporteren vanuit de school, mensen die mij hebben ver... Die jongens scheuren blaadjes uit de schriften om te kouwen om hun maag te vullen. En ik praat niet over een overdreven situatie. Dat is niet in Suriname, meneer Benda. Het is in Suriname, zeg ik u. Ik kan u in contact brengen met de leerkracht die het mee heeft gemaakt. Begreep u? En ik vind het vreselijk, want die kinderen staan op 's morgens. Er is geen eten. En ze moeten zelf zorgen dat ze eten hebben en te voet lopen naar school. Zo erg is de situatie. Je moet niet denken dat u Paramaribo kijkt en een mooie beelden zit op de tv. Ja. Je moet in de ellendige buurt gaan. Gaat u naar de Goede Verwachting. Gaat u maar naar Marowijne project. Gaat u naar Flora. Al die plaatsen. Dan zult u zien wat er daar gaande is. U noemt juist de stronghold van NDP. Nee, maar ik ben rationeel.
Ja, maar daar wonen laten die NDP-stemmers. Daar wonen ik weet niet dat die mensen NDP gaan stemmen. Dat weet ik, ze hebben altijd die plaatsen waar je noemt. Dat zijn de NDP-kernen. Nee, ik denk het niet meer hoor. Oh. Je bent een tijdje niet in Paramaribo geweest. Als je gaat naar Zorg en Hoop en die plaatsen waar er veel NDP-vlaggen gingen wapperen, ja. Zijn allemaal weg. En weet je wat ze doen? Ze lopen die huizen af en ze zeggen zo, goedendag, hier woont meneer Binda, u werkt bij LVV, zo'n post, want ze hebben die informatie van je. Mogen we een NDP-vlag zetten? En durf te zeggen nee. Dus men is op met een zachte pressie, met intimidatie, is men vlag aan het spijkeren bij mensen in huis. Oké. Niet iedereen die... De vlaggen maken geen indruk op me. Dus niet iedereen met de NDP-vlag is NDP'er, zegt u? 100% niet. Oh. Gelooft u mij? Want sterker nog, ik was in Suriname, ik vond het land redelijk paars. Wanneer was u hier? Rond eind van het jaar. Nou, eind van het jaar is veranderd hoor. Ik wil u meenemen. Uh-huh. Als u in Suriname bent, mag u me bellen. Want ik zal u wezen, de mensen spijkeren precies waar de grens, de voorgrens is van huizen. Buiten de grenspaal zet men een vlag neer van de NDP. En wat ga je doen? Je gaat niks kunnen doen. Het is overheidsterrein. Mm-hmm. Begreep je? Dat kleurt men een buurt. Ik kan u brengen als u hier bent. Zal ik u rondbrengen. En dan mag u ook met mensen praten. Ja, ja. En u gaat zeggen wat, u gaat horen wat u gaat zeggen. Inom Luca Fraga. Ja, dat hoor ik vaak. Ja, dat hoor ik vaak. Ja, inom Luca Fraga. En daarom zeg ik, de politiek, de verkiezing gaat uitwezen wat er gebeurt. En gelooft u mij, de laatste troef van ze is corruptie. Met de begrijp je? Tijdens de verkiezing. Ja. Maar iedereen is bang dat er corruptie zou plaatsvinden bij, fraude zou plaatsvinden bij de fraude, ja. Ja? Ja, maar het gaat niet doorgaan. Omdat, weet je wat er is? Er zijn zoveel mensen aan die NDP. Uh-huh. Dus alle ogen en oren gaan werken. Ja, zelf. En er gaan veel rapportages zijn. En gelooft u mij, als ze op zo'n manier aan de macht kwam, dan staat deze stad in brand. Gelooft u mij? Ja, er is zelf een niet letterlijk bedoeld, hoor. Ja. Er is al een anti-fraude platform opgericht, toch? Met, Ja, correct. Met alle oppositionele partijen. Ja. En laat ze gaan doen. Ik bedoel, luister, laten we praten. We praten niet over één bevolkingsgroep. We praten over alle bevolkingsgroepen. Ja. Wat denkt u dat met die Maron gebeurt in het bos? Ze kunnen niet deze gasbom meer betalen. Nee. Ze zijn weer teruggevallen op hout koken. Ja. Is toch ellende voor die mensen daar? Busvervoer is ook niet meer gegarandeerd. Die mensen kunnen niet meer betalen. Gaat u, ik ben bereid om u te brengen naar Gehuchtas, Klaaskreek, Jumelambi, al die plaatsen. Dan zult u zien wat er gaande is. Mensen pinaren in het land. Ik praat veel met mensen, ik ben in het veld. Mensen pinaren in het land. Echt, gelooft u mij? Ja, dat geluid horen we vaker. Ja, dat ik sponsor zelf sommige mensen. Ik wil het niet zeggen op de radio. Ja, maar ik help gezinnen waar ik kan. Ja, Omdat het menselijke, je kan bij wijze van spreken niet slapen soms als je verhalen hoort van mensen thuis. Dat kan je geen slaap vatten, want je zoekt naar een oplossing. Mm-hmm. Begrijpt u? En soms ga ik in mijn eigen zak, ja. Blijf dat vooral doen, meneer Binda. Blijf dat vooral. Je zult het ook van anderen horen. Ik ben niet de enige die in mijn zak gaat. Ik ga u bedanken voor uw tijd, meneer Binda. Dank u voor... Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.